had een poll gedaan op Instagram. Omdat ik heel erg benieuwd was wanneer ik nou eigenlijk die kleertjes moest gaan wassen. Wat is alles toch zwaar. Hallo, het is... Het is het ook weer. Donderdag. Hey joh, good morning. Hey. We gaan even een papi maken. Tot zo. Back in the car, vol met afval. Hier allemaal zakken en daar allemaal dozen. Al die dozen van al die babyspullen. En ons afval wordt één keer in de twee weken opgehaald in een kliekootje. En die peilde helemaal uit, dus dat past gewoon allemaal niet. Dus, en ik moest ook nog naar de praxis en dat is vlakbij de afvalstraat. Dus ik krijg gewoon eventjes erlangs. Dan ben ik hier mooi vanaf. Op grens staat netjes. En dan kan ik daarna verder. Want ik ben Jola de kamer nu helemaal aan het indelen. Haar kast helemaal. En onze kasten. En dan moet ik dus ook nog één kast voorbij kopen bij de praxis. Daarom ga ik daar naartoe. Oh, nou, zoveel als ik praat, zoveel al ben ik ook weer aan het doen. Tussendoor niet veel gevlogd. Sorry. Maar ik vind het ook niet heel boeiend, toch? Al die kastenrotzooi. We gaan onze kleding gewoon in zulke kasten leggen. Omdat we dat wel grappig vinden. Beetje industrieel-achtig look. Het wordt toch een soort van, in een afgeschermd gedeelte wat je niet echt ziet. Maar hoe ga ik het meenemen? Zo, toch maar even een karretje gehaald. En meteen gordijnen voor boven. Die komen er dan zo achter. Ik heb ook weer even wraps meegenomen. Kijk, ik zag dat ze deze nu ook volkoren hebben. Misschien hadden ze dat trouwens al heel lang, maar is me nu pas opgevallen. Vanavond gaan we weer voor de stampot. Zo, en dan is er nu eindelijk dat moment dat ik ga beginnen... Met de babykleertjes wassen. En ik zeg beginnen, want het is nogal wat, jongens. Ik ben nu met hydrofiel luiers begonnen. En zoals ik weet van met Jola en zoals ik ook altijd 10.000 keer hoor, je kan er niet genoeg hebben. Maar dit. Alle witte en alle gekleurde. Ik ga beginnen. Ik ben al de hele dag aan het wassen trouwens. Aangezien we zoveel kleding aan het uitzoeken zijn van wat er naar zolder gaat en wat er in Jola de kamer blijft, kom ik ook heel veel dingen tegen die ik gewoon even wil wassen. Dus een echte wasdag. Deze nodig? Nee. Ik weet het niet. Ik zou hem gelijk op de locatie zetten waar je hem wil hebben, schat. Dat kan niet, want er staat die doos. Ja, die zet ik dan wel even opzij. Oké, hulptroepen. Ik kon nog niet meer aan alleen. Wat zie je van mijn outfit? Hele dag in sportkleding, nou ja, goed. Nou, wel broodje geweest. Oké, volgende ding. Broodje van Jola. Ik ben echt helemaal... Wat is alles toch zwaar. We proberen hier iets vast te maken, maar dat breekt gewoon eronder vandaan. Godverdomme! Ja, ik zet er nog wel een paar schroefjes bij. Eet smakelijk, mannen, kind en Braggo's. Hebben we iemand overtuigd om vegetarisch te eten? Ja, maar dat is ook goed. Als iedereen dat zou doen... Wat voor merk is dat dan? Nee, dank de vegetarische slager. Ja, maar ik heb ook wel eens tofu of zo. Nee, dat is echt smakeloos. Gelukkig was vandaag... Allerlekkerste stuk. We hebben een mooi jurkje voor Mila. Oh, Gossie. Mila, dat is mooi, hè? Als je het wel leuk. Mila, mooi meisje. Oh, nou. Vindt hij bij hem wel leuk? Ja. Die vlekken. Mila. Robin denkt ook niet. Ik heb wel een heel kort rokje, hoor. Je ziet de billen helemaal.
zo bizar. Ik wil niet veranderen in zo'n echte zeur kous hoor. Maar echt, het ene in huis is nog niet opgelost. Of het volgende begint weer. En nu hebben we weer een probleem met afvoer. Het stroomt gewoon niet meer weg. En niet een beetje, nee, het stroomt gewoon helemaal niet meer weg. We hebben al van alles geprobeerd met zo'n ding en ontstopper erin. En nou, I don't know wat er aan de hand is en ik heb een mega afwas. De babykleertjes wassen was eigenlijk voor vandaag de hele planning. Maar ben ik niet aan toegekomen. Want de hydrofielluiers alleen al mijn eigen kleding opruimen en wassen was al zoveel, ons beddengoed enzovoort, dat het eventjes niet meer ging lukken. Hydrofielluiers zijn wel gelukt, waren al twee wassen. Nou ja, goed, die heb ik allemaal opgevouwen en ik moest wel helemaal denken weer aan vroeger. Aan 8 jaar geleden toen ik die dingen continu in mijn hand had met Jol. Het riep wel wat herinneringen op, zeg maar. Dus, maar goed, dat van het babykleertjes, dat zien jullie allemaal nog wel tevoorschijn komen dat ik die heb gewassen. Ik zit nog te denken of ik het eigenlijk ook nog ga strijken. Wauw, dat geeft mij wel echt veel extra werk, want ik strijk normaal nooit. Misschien wel, want het is wel zonde dat het zo met die hydrofielluiers helemaal. Jeetje, strijken jullie die? Ik had een poll gedaan op Instagram, omdat ik heel erg benieuwd was wanneer ik nou eigenlijk die kleertjes moest gaan wassen. En de meeste van jullie schijnen dus, scheelde niet heel veel hoor, was iets van 60%, schijnen dus al voor de 35ste week de kleertjes te gaan wassen. Nou, dat heb ik al niet meer gehaald, want ik ben nu al op de 35ste week. Maar het is toch wel, ik ben toch wel blij dat ik nu al begonnen ben, want het is toch wel iets meer werk dan ik dacht. En het voelt ook best wel raar om al die kleren zo in een wasmand te gooien. Want het lag zo mooi in die kast. Dus ik kan niet wachten om het weer gewoon allemaal lekker terug in die kast te leggen. Echt hormonen. Oh. Ik heb er zo'n last van. En ik heb vooral last van dat ik alles zo zwaar vind. Zwaar leven. Ik heb een heel zwaar leven. Morgen wordt wel heel erg leuk, trouwens. We gaan morgen naar Tina. Dat is een voorstelling, leuk voor jong en oud. Aangezien ik nu nog even de kans heb om even wat dingetjes alleen met Jol te doen, dacht ik, ja, hier gaan we even gebruik van maken. Dit gaan we even doen samen. Dus morgen hebben Jol en ik even een girls night. Dus zeker weer kijken. Abonneer trouwens, als je op de hoogte wilt blijven, ook van een baby room tour. Want ik weet nog niet precies wanneer die online komt. Als je geabonneerd bent en op het belletje drukt, dan blijf je gewoon lekker op de hoogte. En dan hoef je geen zorgen te maken dat je hem mist. Dankjewel voor het kijken voor vandaag. En tot morgen. Doei!